In het eerste deel ontdekten we het ontwerp van het appartementsgebouw. Na de nodige metingen werd het plan gefinaliseerd en startten ze de grondwerken met het plaatsen van de paalfunderingen. In het tweede deel gaan de bouwwerken verder. De grondwerken worden voortgezet met het plaatsen van de putten en de riolering, waarna de fundering kan gegoten worden waarop het gebouw dan wordt opgetrokken. Na zo'n 24 dagen heeft het beton van de paalfunderingen zijn volle sterkte bereikt en kan er verder gegaan worden met de grondwerken. Aan de randen van het terrein, waar de grond nog zal opgehoogd worden, worden er kerenwanden geplaatst om de aarde tegen te houden. De aannemer begint daarna met het uitzetten van de assen van het gebouw, om alles zo nauwgezet op de juiste plaats te kunnen voorzien. In deze voorbereidende fase worden ook de putten geplaatst, zodat dan met de rioleringsbuizen hier naartoe kan worden gewerkt. Daarna gaan ze over naar de meest uitgebreide stap, het plaatsen van de riolering en het voorzien van de fundering. Het spreekt voor zich dat deze werken van essentieel belang zijn en heel grondig moeten gebeuren. Want een goed geplaatst rioleringsstelsel is onontbeerlijk voor een goede afvoer van het water. En de fundering vormt de basis van een sterk en duurzaam bouwwerk. Deze fundering is berekend op basis van alle eerdere metingen en bestaat dus in eerste instantie uit de eerder gegoten paalfunderingen. Die zullen zorgen voor een diepgaande stabiele basis van het gebouw, doordat ze tot de draagkrachtige grond reiken. De wapening aan de bovenzijde van deze betonnen palen wordt dan vrijgemaakt, zodat die met elkaar kunnen verbonden worden door balken. Hiervoor worden tussen de palen sleuven gegraven tot op de juiste diepte, die dan voorzien worden van een bekisting die gevuld wordt met een uitgebreide wapening. De dikte en hoeveelheid hiervan werd eveneens nauwgezet berekend door de ingenieur. Want deze stalen netten en staven zullen de nodige stevigheid aan het beton geven dat later in deze bekisting zal gestort worden. Deze wapening wordt bovendien vervlochten met de wapening in de paalfunderingen, zodat dit één stevig geheel zal vormen. Rond de wapening plaatsen ze zowel aan de zijkanten als onderaan de nodige afstandshouders. Die zijn nodig zodat het beton zich voldoende rond de netten zou verspreiden. Enkel op die manier zal de balk de nodige sterkte krijgen. De grondwerken zijn eigenlijk een eerste stap om het grondplan in de praktijk uit te zetten. Alles wordt minutieus volgens plan uitgevoerd, zodat de fundering perfect overeenkomt met de afmetingen die het gebouw moet hebben. De aannemer start in de ene hoek van het terrein en bouwt zo stelselmatig de basis verder uit, tot de volledige vorm van het appartementsgebouw duidelijk is en de ondergrond voorbereid is. De eerder uitgezette assen zijn hierbij een grote hulp, want ze helpen om de plannen in real life uit te beelden. Tijdens de grond- en ruwbouwwerken komt de stabiliteitsingenieur regelmatig langs. Bij elke belangrijke stap controleert hij de uitgevoerde werken, zodat alles op een solide manier opgebouwd wordt. In de fundering worden ook de rioleringsbuizen verwerkt, zodat die netjes onder het gebouw weggewerkt zitten. Deze buizen worden op de juiste plaats gelegd en vastgezet met stabilisé. Zo blijven ze op hun plaats zitten, zijn ze voldoende ondersteund en zullen ze niet geschonden worden. Het voorbereiden van de fundering neemt al snel meerdere weken in beslag. Maar hier mag natuurlijk niet te licht overgegaan worden, want zonder fundering kun je geen huis of in dit geval appartement bouwen. Om de grondwerken te beëindigen worden eerst de balken die de contouren van de vloerplaat vormen gegoten. Ze storten de bekisting daarbij eerst vol om er daarna een trilnaald in te steken om het beton aan te trillen. Dit zorgt ervoor dat alle luchtbellen uit het beton verdwijnen. Op die manier verdicht het geheel en krijg je stevige balken zonder zwakke punten. Deze balken of sleuven moeten eerst aangepakt worden omdat hierop later nog bekisting moet komen voor het gieten van de vloerplaat. Zo zal er een soort trap gevormd worden om de façades op te metsen.
Eenmaal de balken voldoende uitgehard zijn na een paar dagen, wordt de bijkomende bekisting geplaatst en kan in tweede fase het plateau gegoten worden. Dit is via de wapening verweven met de eerder geplaatste balken en paalfunderingen, zodat de grondvesten van het gebouw voldoende stabiel zijn. Ook hier werd heel wat bewapening voorzien in de vorm van stalen netten en staven. Dit zal opnieuw zorgen voor de binding van het beton, zodat het niet zou gaan barsten. Door de openingen ertussen en met behulp van de afstandshouders kan het beton zich nu goed over de volledige oppervlakte verdelen. Dit wordt tenslotte ook nog aangedampt om de luchtbellen weg te halen en voor een strak resultaat. Waar de bergruimte en garages komen, wordt het beton ook gepolierd. Hierbij wordt het oppervlak extra glad gemaakt, zodat deze kan dienen als afgewerkte vloer. Gepolierd beton blinkt en oogt heel strak, terwijl een gewone betonplaat veel ruwer is. Als het beton voldoende hard is, wordt de bekisting volledig weggehaald. Ze verwijderen hierbij meteen alle nagels uit het hout om ongelukken te voorkomen. Voor de betonplaat zijn volle sterkte bereikt, moet ongeveer een maand gewacht worden. Ondertussen worden ook de garageboxen achteraan het gebouw aangepakt. Het ondergronds metselwerk wordt gedaan, zodat ook daar de vloerplaat kan gegoten worden. Tijd nu om aan het echte zichtbare opbouwen te beginnen. De basis van elk verdiep wordt gevormd door voorgegoten betonnen kolommen. Deze vormen de steunpilaren waarop dan een volgend niveau kan gebouwd worden. Deze kolommen worden met de vloerplaat verbonden via opnieuw stalen staven. Op elke locatie waar er een kolom moet komen, worden er een aantal gaten geboord waarin wapeningstaven geplaatst worden. Daarover wordt dan telkens de kolom geschoven. Met houten balken stutten ze de pilaar voorlopig, zodat die perfect in de juiste positie blijft staan. Ze gebruiken een schietlood en waterpas om de perfect loodrechte positie te bepalen. Eenmaal de kolommen zo minutieus volgens het plan uitgezet zijn, is het tijd om die definitief met de vloerplaat te verankeren. Het systeem is als volgt. In elke kolom zijn kokers voorzien met een opening aan de onderzijde en aan de zijkant. De onderste gaten dienen dus om het geheel over de wapeningstaven te schuiven. De zijopeningen zijn er om deze kokers daarna op te vullen met een gietmortel. Op die manier wordt de verbinding gevormd tussen betonpaal en vloerplaat. Voor ze de koker volgieten, dichten ze de naad onderaan af met wat cement, zodat de mortel er niet zou uitlopen. Eenmaal de vulling voldoende uitgehard is, kunnen de steunbalken weg en kan het opgaand metselwerk verzorgd worden. Ter hoogte van de liftkokers gebeurt dit met snelbouwbetonblokken. Deze zijn heel robuust en zorgen meteen voor een nette afwerking. De andere muren worden met gewone snelbouwstenen gedaan. De onderste rij van een muur bestaat steeds uit isolerende kimblokken. Op die manier worden koude bruggen tegengegaan. Hierop wordt dan een waterkering voorzien waarop het verdere metselwerk in snelbouwstenen geplaatst wordt. De lijnen van de muren worden deels uitgezet met betonkolommen en deels met metsersprofielen. Langs deze lijnen worden de wanden daarna opgebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van een lijmsysteem, zo gaat de opbouw heel snel. Let wel, de gebruikte stenen moeten hierop aangepast zijn. Je kan hiervoor enkel gekalibreerde stenen gebruiken die zeer maatvast zijn.
Anders riskeer je een schuine muur te bouwen. De berging en garage aan de zijkant van het gebouw worden met gewone mortel en stenen opgebouwd. Deze snelbouwstenen zullen aan de binnenzijde gewoon zichtbaar blijven, waardoor het metselwerk en de voegen meteen heel netjes afgewerkt worden. In de buitenwanden worden meteen spouwhaken in de voegen verwerkt. Daarmee zal later de gevelsteen aan de muur verankerd worden. Om de draagkracht voor de volgende verdieping nu te verzekeren, worden nog liggers geplaatst. Omdat gewone bakstenen het gewicht hiervan niet kunnen dragen, rusten hun uiteinden steeds op een betonnen kolom of betonslof. Op deze betonsloffen werd nog een klein betonnen voetje gegoten. Op die manier zit de ligger iets boven het plafondniveau en kan dit netjes uitgepleisterd worden zonder dat die zichtbaar is. Ook dit is maatwerk, want alles moet perfect op de juiste positie uitgelijnd zijn. Het is ook uiterst belangrijk het geheel volledig te stutten, vooraleer de volgende verdiepingsvloer kan geplaatst worden. Daarvoor worden eerst gewelven geplaatst, die dus rusten op de liggers en muren van het gelijkvloers. Deze geprefabriceerde vloerelementen vormen de basis, als het ware een soort bekisting, voor de verdiepingsvloer. In de gewelven zit al wapening verwerkt, die dan met bijkomende wapening verbonden wordt. Dit geheel wordt dan volgestort met een betonnen druklaag, zodat de basis van verdieping 1 gevormd wordt. De volgende verdiepingen worden nu telkens op dezelfde manier opgebouwd. Eerst worden de betonkolommen geplaatst, daarna het metselwerk, om dan te eindigen met de liggers en gewelven. Eenmaal alles bekist en bewapend is, wordt de volgende verdiepingsvloer gegoten enzovoort. Op die manier gaat de opbouw van het appartementsgebouw vlot tot de 3 verdiepingen een feit zijn. Tussendoor worden ook de trappen gegoten die de verbinding vormen tussen de verschillende niveaus. Hoe het gieten van een betontrap precies in zijn werk gaat, kun je zien in aflevering 45 van het Zelfbouwhuis op onze website. Pas als de ruwbouw af is, worden de nodige opmetingen voor de ramen gedaan, zodat die precies op maat kunnen gemaakt en geplaatst worden. Daarna is de gevelbekleding aan de beurt en is de open ruwbouwfase afgerond. Ondertussen worden binnenin de nutsvoorzieningen geplaatst. Dit gaat om elektriciteit, ventilatie, sanitair en verwarming. Alle leidingen worden voorzien, ook de afvoerleidingen, maar de afwerking ervan zullen we zelf aanpakken. En met tenslotte nog de schappen en het pleisterwerk gedaan, is ook de gesloten ruwbouwfase achter de rug en is het Casco-appartement klaar om door ons aangepakt te worden. In de volgende aflevering ontdek je eerst de indeling van het appartement. Daarna starten we de werken met het voorbereiden van de muren. We vullen eventuele putjes en fixeren het pleisterwerk met een voorstrijkmiddel.